Ik ben uit Londen. En vroeger, was alles nog goed. Was het nog fijn. Tot ik op een dag terugkwam. En het hele dorp uitgemoord was. Mijn vader was landheer en we waren niet rijk, maar we hadden het wel goed met z'n allen. Ik heb zijn zwaard gevonden en meegenomen. En nu ben ik uit op wraak. Londor is mijn personage. Die naam die heb ik zelf verzonnen omdat ik hem mooi vind, spreekt mij aan. En ik heb er eigenlijk een verhaal achter verzonnen die in iedere wereld, iedere setting inzetbaar is. In een fancy wereld en je hebt verschillende verenigingen in Nederland die aan level te doen. En daar pas ik mijn verhaal een beetje op aan. Wat is level dan? LARP dat staat voor Live Action Roleplay. Live Action Roleplay. En Nou, we spelen dus een spelletje, live action roleplaying. Het is een soort improvisatietoneel zonder publiek. Je creëert je eigen karakters. Zodat ik er ook uitzie als Eilonder. En zodat ik lekker wegval tussen de rest. We gaan zo meteen naar de Elf Fantasy Fair. Dat is een beurs die één keer per jaar gehouden wordt voor mensen die dus van fantasy houden. Ik ben nu op de Elf Fantasy Fair. Ik loop hier rond, ik kom bekende mensen tegen. Ik bekijk allerlei kraampjes. Ik ben net naar een optreden geweest van een band wat ik erg mooi vond. Dat zijn vooral weer de verschillende mensen die een heel uitgedost kostuum hebben. Ik heb straks iemand voorbij zien komen die als ijskoningin verkleed was. Dat zag er erg mooi uit. Verderop wel. Daar verkopen ze ook zwaarden en wapens en zo. Daar heb ik tussen gekeken of dat nog een mooi tussen lag. En ik ben meerdere mooie dingen tegengekomen, maar ik heb nog niet alle stands gehad. Dus ik wil nog even rustig verder kijken. Ik heb ook een stukje reenactment. Dus de echte nabootjes van de middeleeuwen met de echte zwaarden en dergelijke. En voor de rest heb je er veel toneel en muziek en is het eigenlijk een grote bijeenkomst voor elke fantasy liefhebber. Ik denk dat het vooral mensen zijn die heel erg van toneelspel houden en die even naar een andere wereld willen, even lekker ertussenuit. Dat is voor mij het belangrijkste. Hoe denk je dat andere mensen er tegenaan kunnen kijken? Ik denk dat het heel verschillend is. Als jij weinig fantasie hebt, dan zou je er niet heel erg bij in kunnen komen. En op het moment dat je een beetje fantasie hebt en een beetje gevoel voor het toneelspel, dan is dat denk ik heel interessant. Er was een lieve klant.